Lente, lente, ik heb zin om te gaan rennen. Lente, lente, jippie, jippie, Zo in de lente, dan is het tijd voor beschuit met muisjes. Mag ik er even tussendoor, dames? Want veel jonge dieren krijgen dan jonkies. Nou, deze koe bijvoorbeeld. Of de geit, de schaap. En deze dieren groeien in de buik van hun moeder. Maar er zijn ook andere dieren. Die komen bijvoorbeeld uit een ei. Neem bijvoorbeeld de kip. Die komt uit een kippenei. Of de kikker. Die komt uit dat glibberige kikkerdril. Ik neem een hap. Eet smakelijk. Op de kinderboerderij leggen kippen een ei. Op de kinderboerderij. Lopen alle dieren samen in de wei. En de varkens die doen. En de kippen die doen. En de haan die zegt altijd. Vind jij jonge dieren ook zo leuk? Nou, in de lente op de stadsboerderijen worden veel van deze jonge dieren geboren. En dat is niet zomaar. Want dan is het lekker warm, net zoals in de zomer. Dan is het weiland lekker groen, vers gras en dan groeien de vruchten aan de bomen. Dat betekent genoeg eten en daar houden ze wel van voor deze jonge dieren. Alle zoogdieren, ook de mensen, groeien in de buik van hun moeder uit hun eitje. Dat eitje ziet er niet uit als een kippenei en wordt ook niet gelegd. Zoogdieren blijven nog een hele tijd doorgroeien in de buik van hun moeder. Een mannetjeskoe noemen we een stier. Die zul je niet op een stadsboerderij tegenkomen. Deze stier hebben we dan ook ergens anders gefilmd. Toch is een stier heel belangrijk voor het krijgen van jonkies. Om babydieren te krijgen, moeten eerst het mannetje en het vrouwtje verliefd op elkaar worden. Nou, dat gebeurt vaak in de herfst. Dat zie je bij koeien. De geiten, de schapen, die worden dan zo verliefd op elkaar dat ze met elkaar gaan vrijen en dan gaan ze elkaar bespringen. Een kleintje van een zoogdier groeit dus in de buik van zijn moeder. Daar zit het in een soort zak gevuld met water waarin het jonkie lekker warm en zacht ligt. Dit noemen we een vruchtvlies of vruchtblaas. Lucht en voedsel krijgt het jonge diertje via de navelstreng van zijn moeder. Als het groot genoeg is om geboren te worden, breekt het vruchtvlies en stroomt het vruchtwater weg. Veel dieren op de stadsboerderij zijn echte zoogdieren. De vrouwtjes hebben een uier met spenen waar de jonkies dan weer de melk uit kunnen drinken. Zuigen, zogen, zoogdier. Meteen na de geboorte geeft de moeder een speciaal soort melk. Deze noemen we biest. En nou is het erg belangrijk dat de jonkies zo snel mogelijk die biest gaan drinken. Want dan zijn ze gelijk beschermd tegen allerlei besmettingen en ziektes. Een goed voorbeeld van een zoogdier, dat is de koe. Want het bijzondere aan een koe is dat ze maar liefst 30 tot 40 liter melk per dag kan geven. Dat is veel te veel voor dit jonge kalf. Die drinkt maar een paar liter, dus de rest, die drinken we zelf. Voordat een koe melk geeft, ja, moet ze wel eerst een kalf hebben gekregen. Op de stadsboerderijen worden veel jonge dieren in het voorjaar geboren. Toch mis je het grote moment vaak, omdat het midden in de nacht gebeurt of omdat het moederdier niet van pottenkijkers houdt. Of gewoon dat je net even de andere kant op keek. Een kalf zit 9 maanden in de buik van zijn moeder. Net zo lang als jij in de buik van je moeder hebt gezeten. Het kalf zit dus nu nog in het vruchtvlies met water. Bij de geboorte komt al dat water naar buiten. Hier kun je het al een beetje zien. Als het kalf geboren gaat worden, krijgt de moederkoe weeën.
Dat zijn bewegingen van de buik om het kalf naar buiten te duwen. Ze gaat dan op zoek naar een goed plekje. En dat duurt een tijdje. Als het kalfje geboren is, likt zijn moeder hem schoon en droog. Ze zorgt ervoor dat haar jong snel gaat staan en de dikke melk, die we biest noemen, gaat drinken om zo sterk te worden. Meestal krijgt een koe 1 kalf per keer. Bij andere dieren kan dat weer anders zijn. Geiten of schapen bijvoorbeeld, die kunnen per keer 2 of 3 jongen krijgen. En op dit moment is er dus een schaap aan het bevallen. De geboorte van geiten en schapen lijkt verder veel op die van de koe. Alleen noemen we deze jonge dieren lammetjes. En ook zijn ze een stuk kleiner. En daarom gaat de geboorte iets sneller. Is die groot aan, hè? Hoppakee. Ja, ga maar naar je kind. Nou, kijk eens. Maar ook de lammetjes moeten snel gaan staan om de biest te drinken. En dat valt in het begin niet mee. Varkens maken voordat ze gaan bevallen een nest van stro. Het bijzondere van varkens is dat ze heel veel jonkies in 1 keer kunnen krijgen. Wel 10 tot 15 per keer. Daarom heeft moedervarken ook wel 16 spenen. Het moedervarken, die noemen we een zeug. En de jonkies, die noemen we biggen. Biggen zitten 3 maanden, 3 weken en 3 dagen in de buik van hun moeder. Daarna worden ze redelijk snel geboren. Dat duurt misschien maar een halve minuut per big. En ook voor de biggetjes is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk de biest van hun moeder drinken. Een heel gekrioel zoals je ziet, maar wel gezellig. Mag ik jullie even voorstellen aan Bessie? Bessie is een kalf van 3 maanden oud. En als het kalf dan zo groot is, dan noem je het een pink. Als deze pink nu zelf weer een jong krijgt, een kalf, dan kan ze melk geven en dan noem je het een koe. Trouwens, een mannetjeskoe, die noemen we een stier. En bij biggen gaat het allemaal veel sneller. Die groeien als kool. Als biggen geboren worden, wegen ze ongeveer 1 kilo. Dat is net zo zwaar als 1 pak suiker. Na 4 weken gaan ze nieuwsgierig op onderzoek uit en wegen ze alweer 8 kilo. Kun je nagaan, dat zijn 8 pakken suiker, dus 8 keer zo zwaar. En na een half jaar wegen ze alweer 100 kilo. En als deze biggetjes 1 jaar oud zijn, dan noemen we het een varken. En dan kunnen ze zelf jonkies krijgen. Dat is lekker, hè? Op een stadsboerderij zie je heel veel verschillende dieren. Op 4 poten. Op 2 poten. Met veren. En zonder veren. Jonge dieren worden groot en gaan er net zo uitzien als hun moeder of vader. Weet jij wie bij wie hoort? Kijk eens, dames.
Geen ruzie maken, er is genoeg. Kijk nou, wat zijn ze lief, hè, deze kuikentjes. Nou, deze zijn een paar dagen oud, maar heb je enig idee hoe deze kuikens geboren worden? Om te beginnen hebben we dan een vrouwtjeskip nodig. De hen. Nou, de hen legt eieren. Dat zijn eieren die we kunnen eten. Maar als je nou een ei hebt waar een kuikentje in zit of uitkomt, dan heb je een mannetjeskip nodig. En dat is de haan. En die staat daar. Nou moet de haan eerst met de kip vrijen en dan krijg je een bevrucht ei. Als een ei niet goed ligt, rolt ze hem met haar snavel op zijn plaats. De warmte van haar lichaam zorgt ervoor dat de eieren lekker warm worden en dat er een kuikentje kan groeien. Het duurt wel even voordat een kippenei helemaal is uitgebroed. Wel 21 dagen. Dat is dus best lang. In het ei begint het kuikentje te groeien. Het eigeel in het ei noemen we de dooier. Het is het voedsel voor het kuikentje. Het eiwit is een soort vruchtwater om te drinken en zorgt ervoor dat het kuiken lekker zacht ligt. Er groeit ook een eitand bovenop de snavel van het kuikentje. Het is een soort hamertje. Als het kuikentje groot genoeg is, maakt het met de eitand de eischaal van binnenuit stuk. Dit ei is al een paar weken bebroed. Kijk, er komt een barstje in. En dat wordt steeds groter. Als het gaatje in het ei groot genoeg is, kan het kuiken uit het ei kruipen. Eerst zijn de donsveertjes nog helemaal nat en aan elkaar geplakt. Als het kuiken al helemaal uit het ei is, zijn de veertjes nog steeds nat. Maar na een uurtje is het kuiken een donzig balletje dat op eigen pootjes kan staan en na een paar dagen valt de eitand af. De moeder gaat door met broeden tot alle eieren zijn uitgekomen. Na 10 dagen krijgen de kuikens al hun eerste veren. En na 6 weken is het verendek helemaal klaar. Ze moeten nu nog wel flink eten om tot echte kippen en hanen uit te groeien. Op veel stadsboerderijen vind je deze machine. Dit is een broedkast. En eigenlijk doet deze machine precies hetzelfde wat de moeder kip, oftewel de hen, ook doet. Zorgen dat de eieren warm blijven. Bij de kip lekker warm onder de veren. En door deze machine, door middel van deze lamp, die is wel heel erg warm. Dus ik doe snel de deur weer dicht. En dan over 21 dagen komt er uit dat ei een kuikentje. Dit kuikentje kan dan wel direct zelf rondscharrelen en gaatjes pikken. Daarom noemen we kippen nestvlieders. Maar er zijn ook vogels die dat niet kunnen. Die moeten eerst nog dagenlang door hun ouders gevoed en verzorgd worden. En die noemen we dan nestblijvers. Jonkies zijn nestblijvers of nestvlieders. Nestblijvers worden vaak blind en kaal geboren, zoals muizen en veel vogels. Ze blijven eerst een tijdje veilig in het nest. Nestvlieders kunnen al kort na hun geboorte lopen. Vlieden betekent vlug weggaan. Kippen, lammetjes en veulentjes zijn nestvlieders. Ze zijn niet kaal en hun oogjes zijn meteen open. Al gauw staan ze op hun pootjes en lopen vrolijk met hun moeder mee. Hoe zit het bijvoorbeeld met konijnen? Dit konijn is pas bevallen van een aantal jonkies. Ik pak ze er gewoon even bij. Sorry mevrouw. Kijk, als het goed is, zitten hier de jonkies in. Kijk eens. Kijk nou. Nou, deze konijntjes, die zijn 7 daagjes oud. Oh, kom maar deze kant op. Ja, kijk nou. Oh, wist je dat een konijn tussen de 4 à 10 jonkies kan krijgen? Nou ja, ze zijn nu nog blind, doof, kaal, althans deze niet, want rond de 4e dag dan krijgen ze al een beetje haar. Maar ze kunnen dus eigenlijk helemaal niks. Daarom noemen we dit nestblijvers. Nou, en dan na 10 dagen, dan gaan die oogjes open. En dan zo rond de 14 dagen gaan die oortjes recht overeind staan. Dan drinken ze nog wel melk bij hun moeder. En dan rond de 8 weken, dan kunnen ze gewoon zelf overleven en kunnen ze het zelf allemaal doen. Wat een schatjes. Kijk.
Kijk, en hier zie je nu een nest met jonge cavia's. En je ziet het meteen, deze hebben al haar en kunnen al lopen. En daarom noemen we dit nest vlieders. Een cavia kan tussen de 2 à 5 jonkies krijgen. En weet je wat zo leuk is? Op iedere stadsboerderij, daar vind je gewoon cavia's en konijnen. En die mag je dan oppakken en knuffelen. En dat vinden ze lekker hoor dan. Hallo? Lekker hè? Ja, ja. Ik wil je even iets uitleggen door middel van deze toverbal. De toverbal. Toverbal, toverbal. Als je deze maar lang genoeg in je mond houdt, dan verandert die van kleur. Nou, dat is in de natuur eigenlijk ook wel zo. Er zijn namelijk ook dieren die van kleur en van vorm kunnen veranderen. Neem nou bijvoorbeeld de kikker. Kwaak. Deze kikker ziet er heel anders uit als hij pas geboren is dan zijn ouders. Een kikker komt uit een ei. En een vrouwtjeskikker legt wel 2500 eieren. De eieren liggen in een klomp bij elkaar. Het lijkt wel een beetje op pudding. Je noemt het kikkerdril. De kikker legt de dril in het water waarop het blijft drijven. Dat is veiliger omdat andere dieren er dan niet bij kunnen. Kikkerdril, oftewel kikkereitjes, doen er een paar dagen over om uit te groeien tot kikkervisjes. Langzamerhand krijgen die kikkervisjes weer pootjes. Na ongeveer 3 maanden zijn ze niet langer visjes, maar kikkers. Ze moeten nu boven water komen om te ademen. Straks ga je met jouw klas naar de stadsboerderij. En dan kan je met je eigen ogen zien hoe pasgeboren lammetjes melk drinken bij hun moeder. Of je ziet ze lekker dartelen in de wei. En op veel stadsboerderijen kun je helpen met het verzorgen van de dieren. Want iedere dag moet er veel gebeuren. Hè, zoals het borstelen van de geiten, schapen voeren, de stallen schoonmaken. Maar natuurlijk willen de dieren ook lekker geknuffeld worden. Heb jij alles geholpen op een stadsboerderij? Vraag gewoon aan de verzorger wat je allemaal kan doen. Ik wens je heel veel plezier. Tot ziens, dag meisjes. Tot ziens, dag jongens. Tot ziens, dag allemaal. Tot ziens, tot de volgende keer. Nou, de mazzel dan, hè? Hey.